update is van eind november. Ja. Ben je nu nog aan het updaten? Heb je eigenlijk al beoordelingen? Je zou toch je programma's een beetje beter voorbereiden. Voor het nieuwe seizoen. Jij hebt je zit hier beter omdat je hebt beoordelingen nodig. Ik heb beoordelingen nodig. Oké, mensen, wilt u Klaas Wijma en verdiende aandacht de boek-app op de iPad, de iPhone. Is die ook iPhone, Android? Nee. Niet Android? Niet. Nou, die andere twee platforms van recensies voorzien. Dat kan. Voor €4,49 is hij voor u. Mijn collega Stekel koopt al heel veel. 4,50 voor Klaas Wijma. Die hebben we alweer verdiend. Hartelijk dank. Verdiend, zegt hij. En het heet dus verdiende aandacht. Nou ja, welkom. Je kijkt naar Topnames. Je weet het. Vorige week zaten we met een volle zaal in een sneeuwlandschap. Nu zitten we weer in een kleine setting. Klaas, eventjes, je bent van Energize. Zoals je het zelf omschrijft op je LinkedIn-profiel, want dat is ons belangrijkste bron. Zijn jullie specialist in Interactive Brand Communication? Daar gaan we het straks over hebben. Ik vraag niet nu aan je wat dat is. Je bent een grote naam in Nederland, maar je bent ook actief in China. Ook dat is iets waar we straks mee komen. We willen eigenlijk inderdaad beginnen met dat bijzondere project wat je vorig jaar gelanceerd hebt. En dat heet Verdiende Aandacht. Je hebt nu de papieren versie bij je. Een mooi boek. Maar er is ook een prachtige app bij waar je volgens mij geprobeerd hebt van als we nu een boek vertalen naar het digitale domein, wat kan dat dan zijn? Ja. Eerst eventjes, want als ik lees ook op je LinkedIn, dan voel ik daaraan dat eigenlijk van het afgelopen jaar waar je het meest trots op bent van alle dingen, is dit, verdiende aandacht. Ja, ik moet zeggen, het was een... toch wel een soort van droom wat uit is gekomen. Het is een groot project. Hoe lang ben je ermee bezig geweest? Nou, eigenlijk de research bij het boek. Het is tot stand gekomen op basis van meer dan 50 interviews. En ik ben al zo'n 5 jaar aan het podcasten. En op een gegeven moment had ik een bak met content. Ik denk van ik heb 20 uur aan audiocontent. Ik heb wel een leuk appje. Maar volgens mij kan ik daar veel meer mee doen. En toen is het eigenlijk vrij snel gegaan. Toen heb ik Timo vorig jaar, het jaar daarvoor, de zomer. Timo Boezeman van Bruma. Die is hier ook geweest een aantal weken geleden. Gesproken en dat was eigenlijk een heel kort gesprek in eerste instantie. Dus ik zeg, Timo, ik heb een leuk project en ik wil in het Engels publiceren. Want ik heb bijna alleen maar Engelstalige content. Hij zegt, dat doen we niet bij Bruna. Dus daar is de deur. Maar ik wil nog wel even een drietje koffie op en we praten lekker verder. Uiteindelijk was het een super gesprek en heeft hij me overtuigd van laten we gewoon beginnen in Nederland. Kijken hoe het aanslaat. En wie weet, want in principe doet Bruna dat niet voor non-fictie. Gaan het vertalen naar wellicht Duitsland of andere markten. En ik had goede hoop dat het zou aanslaan. En ik kan vertellen dat waarschijnlijk in maart, de tweede proefdruk heb ik net binnengekregen, komt de Engelse editie uit van Earned Attention. Okay. Dus dan gaan we naar Amerika en dan gaan we naar de UK. En hoeveel heb je er dan in Nederland verkocht? Ja, dat mag ik niet vertellen. Ik kan wel vertellen waarom? Dat... Waarom? Dat, AW Bruna, jij hebt ook volgens mij zo'n contract getekend van Timo. Nee, is dat zo? Ja. Nou, ik kan wel zeggen dat de gratis app, de bijverdiende aandacht, dus de iPhone app, die gaat eigenlijk boven alle verwachting. Dus dat aantal gedownloade apps is ongeveer vergelijkbaar met de boeken verkopen. En de iPad app is lastig. Want wat heeft hij nou gezegd eigenlijk? Nee, niks. Ja. Nou, ik kan wel zeggen dat de tweede druk, die was er na 2 maanden. Dus dat is op van zich, papierenboek? Van papierenboek, okay. Dus daar zijn we toch best trots op. Ja. Ja. En ze gaan niet zomaar een boek uitgeven in het Engels als de business case niet klopt. Nee. Dus... Maar goed, jij bent van transparant business. Ja. Dat kunnen we in het boek lezen. Nou, ik kan je ook zeggen, ik ben er niet heel rijk van geworden tot nu toe. En, sterker dat nog, hoor je ook volgens mij. Sterker nog, heb jij zelf veel in moeten investeren? Want zo'n app, we gaan zo meteen vragen om jou even een rondleiding te geven voor mensen die het niet gezien hebben. Maar een app maken is duur. Ja, het is ontzettend duur. Het is, ik moet zeggen, ik wil ook wel even... Heb je zelf ook geld in zitten? Uren. Het is echt een co-creatieproject. Dus ik wil ook wel even... Het is niet alleen Klaas Wijma en Timo, maar Nick van Code d'Azur.
En zijn team, die hebben ook eerder een framework ontwikkeld voor Alles ruikt naar chocola van Sydney Volmer. Hier ook de gast geweest. Hier ook geweest. Kijk eens. Ja. En nou, ik liep eigenlijk altijd al met het idee rond om een app te ontwikkelen. Ik denk van ja, ik kan natuurlijk ook niet vanuit een interactief bureau met een fysiek papieren boek komen. Ja, dat heb ik 12 jaar geleden een keer gedaan. Dat kan nu niet meer. En ik had eigenlijk meteen heel ambitieus ingezet. Maar ik denk, jezus, hoe gaan we dat financieren? Dat wordt echt wel lastig. En ja, eigenlijk ook weer vanuit het netwerk. En ik denk dat dat wat leuk is als je een eigenaar bent van bureau. Dan heb je beschikking over heel veel hulpbronnen. Dus je kan samenwerken met designers, met creatieven, met technische producers. En die zeggen van, nou, ik vind het leuk. Ik wil daaraan bijdragen, want we zijn gewoon een pionieren. En ik stop daar ook tijd in. Dus het is eigenlijk een co-creatieproject met veel verschillende partijen. Waar ik, ik wil eigenlijk niet eens de uren uitrekenen. Want ik denk dat ik dan niet meer zo vrolijk zit. Maar het was ontzettend leuk om te doen. Ja. Je zet dat dus ook heel bewust op de voorkant. Ja. Voor wie het niet kan lezen. Dus hier staat 87 mensen werkten mee aan het boek. Ja. Ook om duidelijk te maken van nou, het is... Maar dat bedoel je ook mee de mensen die je interviewd hebt? Ja. Of niet? Ja. Ja. Dus je zegt, ja. 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 Hey, je zegt, je bent ontzettend trots op, je hebt ontzettend hard aan gewerkt. Wat maakt dit boek bijzonder? Nou, want er zijn natuurlijk ongelooflijk veel boeken over social media, merken, activeren, alles, noem maar op. Wat, nou, ik wat denk onderscheidt wat, dit boek van al die anderen? Ik denk dat het is meer dan een boek. Het is een platform, hè, hoe ik het ook vaak positioneer. Het is een belevingsboek. Sowieso het fysieke boek als de app. Ja, als je doorheen scrolt, dan krijg je ontzettend veel rijke content tot je beschikking. Het is een sociaal boek, want we hebben in de app en op Twitter claimen we eigenlijk ook de hashtag verdiende aandacht. Nou, daar kan je op zoeken en daar zie je eigenlijk vragen van lezers terugkomen. Dus, binnenkort... dus je bent er nu nog mee bezig? Ja, ik ben er eigenlijk dagelijks mee bezig. Het is een luisterboek, omdat het dus die 50 podcasts in zich herbergt. Dus het is eigenlijk veel meer dan een boek. Het is eigenlijk een... Ik moet zeggen, Ben van den Burg, die zag het ook, de app. En die zei van, ja, je zou het eigenlijk kunnen omschrijven als een soort van second screen boek. En dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie typering. Want we bieden eigenlijk een diepere laag in een boek aan. Weet je wat, dat het lijkt mij goed als jij gewoon even een rondleidingje doet. Want ja, voordat je dat doet, hartelijke groeten van Linda Duits, die bij jou in de klas heeft gezeten. Ja, zeker. En die jou nog kent onder de naam Klaas Willem. Ja, zeker. Ja. Ja. En zo kregen we ook nog een vraag. Dat past niet op de cover. Nee. Ik meen Egert of zoiets dergelijks. Die vroeg of hoe dat yoga en zaken samengaat. Nou, dat heeft wel met de filosofie van verdiende aandacht te maken. Ja, oké. Okay, nou, yoga gaan we straks doen. Dus even cliffhanger. Ja, ja. En dan voordat je begint. Mac Exter, die heeft even de intro gemist. Valt nog even in drie zinnen voor hem samen waar het boek over gaat. Eigenlijk in één zin zou ik het kunnen doen. Aandacht moet je verdienen en bereik kun je kopen. En die hele filosofie waarbij aandacht steeds schaarser wordt, die beschrijf ik in het boek. Dus daar gaat het boek over. En ik ga nu dan de app laten zien. Oké, duidelijk. Ik kom straks op het onderwerp terug. Ja? Oké, Peter, als je even kan schakelen naar, naar de app. Heel goed. De app. Het startscherm. Wat grappig is, je hebt de cover. Maar je hebt aan de linkerkant heb je meteen een mogelijkheid om in te loggen via Facebook en Twitter. Nou, even kijken. Nou, je ziet dat Erwin meerdere accountjes heeft. Dus laten we even onder Erwin Blom in. Ja, daarom. Mijn kinderen zitten hier ook op. Dus Game Passes United. Je ziet ook meteen, ik dacht van ja, een boek schrijven, daar zit altijd een voorwoord in. Maar als je een app maakt, dan kan je daar ook een videoboodschap aan koppelen. Nou, en daar heb ik Joseph Jeffy gevraagd van Clip the Funnel onder andere, om een video voorwoord op te nemen. Dus die staat er ook. Ik weet niet of hij bij Peter binnenkomt, dat wij hem aan moeten zetten als we het geluid willen horen. Ja, oké. Okay, waar zit de volume ook weer op dit apparaat? Hier boven ergens loopt. Daar. Zo. Nee, kom eens. Die kant op. Zo. Ja, ja. Gaat goed. Dus die kunnen mensen ook gewoon online googlen. Dan kan je hem ook vinden. Nou, je gaat als de app in, als het ware vergelijkbaar met e-books. Alleen ik moet zeggen, de techniek die Code heeft ontwikkeld, het hele framework. Ze hebben eigenlijk e-books helemaal nagebouwd. Maar het geeft wel een heerlijke beleving alsof je echt door die schermen heen bladert.
Nou, wat ook wel grappig is, er zitten allerlei infographics in het fysieke boek. Maar die hebben we geanimeerd in de app. Ja. Zodat het wat rijkere beleving geeft. En nou, je kan eigenlijk op verschillende manieren door het boek navigeren. Natuurlijk via de index. Onderin de pagina met twee keer klikken zie je ook alle corresponderende kleuren van de onderdelen. En als je aan het lezen bent, je zegt van nou, ik vind het leuk om daar een notitie bij te maken. Sleep je naar beneden en dan klik je op My Notes. En, nou, je hebt op dit moment nog geen notities geplaatst. Maar op die manier kan je notities maken tijdens het lezen van de tekst en daar later op terugkomen. Nou, als je aan het lezen bent, zie je ook overal in de tekst interactieve markers. Die zijn blauw gearceerd. Als je daarop klikt, je wil bijvoorbeeld wat meer weten van nou, waar komt dat above the line, below the line, through the line. Nou, allemaal vandaan. Dus, en dan klik je op. Daar zie je in dit geval een verwijzing naar Wikipedia. Maar ook soundclips, YouTube films, achtergrondinformatie zit daarin. Nou, wat ook aardig is, van, nou, die Wijma, wat hij hier allemaal bedoelt, ik weet het niet. Ik wil mijn vraag stellen. We zijn nu ingelogd met Twitter, dus automatisch wordt de hashtag gebruikt, zodat je ook gewoon mij een vraag kan stellen. Dat kan ook via Facebook en die komt dan rechtstreeks in de timeline, komt die zichtbaar binnen. Nou, wat ook grappig is, is dat allerlei feitjes in het boek, die kun je ook meteen delen. En een hele leuke vond ik, nou, we hadden het over Linda Duits, maar iets later, toen ik nog studeerde, kwam Hans Breukhoven een gastcollege geven. En het was in 1997. En ik stelde me een vraag, ja, Sidi Nou, dat was de tijd van Sidi Nou, word je daar niet heel erg bang van? En wat doe je nou met je fysieke winkels? Hij zegt van, nou, weet je, die luchtballon of het internet is een zeebel, dat waait wel over. Nou, dat vond ik zo'n mooie quote, die heb ik opgeschreven. Maar als je zegt van, nou, die vind ik leuk, die kan je dus automatisch ook weer delen door erop te klikken. En op die manier content vanuit het boek wereldkundig maken. Nou, alle interviews, waaronder ook met jou, die staan allemaal in de podcast sessie, sectie. Nou, zou kunnen zeggen, dat was nog steeds de basis. De basis dat van jou was de basis. Al die gesprekken die je gevoerd had. Dus in bijvoorbeeld Dauphine en alle andere plekken. Ja. Kom je aan met je microfoontje neerzetten en praten. Ja, klopt. En ja, dankzij geluidsstudio Dedecom is dat steeds professioneler geworden. Die doen nu de edit gewoon omdat ze het ook leuk vinden. En het grappige is... Ik gewoon even zo'n naam eventjes subtiel. Het is... Dankzij geluidsstudio. Nee, dat is zeer professioneel. Nee, maar dat is belangrijk. Want die jongens die werken allemaal. Het is niet mijn show, weet je. Dat verdient de aandacht, nogmaals. Je moet het verdienen. Ja, hè? Vind ik ook. Nee, dankzij Studio Video Bricks vind ik ook. Kijk jullie naar deze mooie uitzending. Hey Peter, we hoeven niet altijd naar die app te zitten kijken als we gewoon aan het praten zijn. Nee. Alle interviews die zijn ook getagd. Dus je wil bijvoorbeeld wat weten over metatrends. Je wilt weten over social journalism. Dus gaan we kijken over jou terug. Over social media. Laten we eens kijken wat daarop op terugkomt. Wie zijn daar de visionairs op? Kijk, daar hebben we Erwin Blom. Overigens, alle illustraties zijn handgetekend door een collega van mij. Dat heeft hij echt fantastisch gedaan. En het grappige is, je kan dus ook met jou in contact komen. Dus sinds jij in de app zit en straks naar de UK gaat, dan zie je je Twitter volgens... Yes. Exploderen. Als we mallen gaan. Exploderen. Dus dat is in een korte samenvatting de app. Met natuurlijk, als je zelf aan de slag wil gaan met verdiende aandacht, de reisplanner. Om eigenlijk een 6-stappenplan hoe je je merk klaarstoomt. Ja. Hey, we gaan straks naar het onderwerp. Hoe is het bij jou begonnen? Ben je begonnen met na te denken over de app? Of ben je begonnen vanuit het boek? Ik ben begonnen vanuit het concept. Dus wat eigenlijk de rode draad. Mm-hmm. Ik ben naar Texel gegaan. Volgens mij ben je er ook nog wel eens te vinden. Ja, nee, maar omdat je zegt die podcasts waren heel belangrijk. Dat was natuurlijk toch een vrij willekeurige verzameling. Weliswaar zat er natuurlijk een thema in vanuit je bureau. En vanuit mijn interesse. En je vak. Ja. Maar ja, er was iemand in Nederland en je had de toegang van mij. Precies. Klopt. Ja, nee, helemaal. Het is wel, ik zou eerlijk zijn, het is wel natuurlijk backwards engineering, om het even zo mooi te zeggen. Tuurlijk. Maar uiteindelijk heb ik wel gekeken, ik heb ook niet alle interviews gebruikt bij de totstandkoming van het boek. En dat was ook de uitdaging die ik ook met Timo besprak. Van ja, wat is nou eigenlijk de rode draad in die interviews? Kan je een soort van metavisie neerleggen waar het met het vak naartoe gaat? Mm-hmm. En wat ik zei, ik ben naar Texel gegaan. Ik heb daar een paar dagen gezeten om een soort van blauwdruk te schrijven. Oké, het geraamte van het boek te schrijven.
ben toen wel met het boek begonnen. Maar toen had ik wel zoiets van, nee, het moet meer zijn dan een boek. Dus dat had ik eigenlijk vanaf het begin al. Van, nou, ik heb die podcast, ik wil eigenlijk een blog ernaast zetten. Ik wil iets met Twitter doen. Ik wil een iPad-app. En toen ben ik daarna eigenlijk heel erg gaan schrikken. Want ik dacht, wat komt allemaal op me af? Maar ik ben wel heel trots dat het gewoon gelukt is. Ja. We hebben eigenlijk op geen van de onderdelen hebben we eigenlijk concessies. En toch heb ik, ik vind het prachtig. En ik heb zelf, ik merk zelf ook dat je als gebruiker, zeg maar, voortschrijdend inzicht hebt. In de zin van, voordat dit er allemaal was, dacht ik van, nou, dit is de toekomst. Mijn tijdschriften gaan leven. En hè, weet je, waar over een doelpunt geschreven wordt, kan ik hem het goal inzien gaan. Ja. Waar over muziek gesproken wordt, kan ik het horen. Etcetera. En toch twijfel ik nog steeds over deze vorm, zeg maar. Het boek wat verrijkt wordt. Ik weet niet of het de vorm van de toekomst is. Wat denk jij nu je een paar maanden verder bent? Ik vind het heel goed om te doen. Ja. Want je laat zien, wat zijn de mogelijkheden? Hoe combineren we, zeg maar, wat we hadden met wat we hebben? Ja. Maar zelf hou ik toch het gevoel van, we gaan naar iets anders toe, waar we niet meer, zeg maar, het oude als startpunt nemen. Nee, klopt. Ik denk ook, uiteindelijk zou dit niet de vorm zijn. En zo zie ik het ook niet. Het is ook helemaal niet het doel. Het is niet een bestemming, maar het is meer de reis waar het om gaat. En dat vind ik leuk. Je bent aan het pionieren, je bent aan het ontdekken. Je kijkt wat werkt, je kijkt wat minder goed werkt. En dat maakt het spannend. Ik denk wel dat, het is ook trouwens een persoonlijke voorkeur. Want, ja, ik hou ontzettend van lezen. Ik ben echt een nieuwsaddict wat dat betreft. En als een nieuw boek uitkomt, wil ik het hebben. Ligt naast mijn bed, maar mijn vrouw vindt het verschrikkelijk. Ik zit zo'n stapel met boeken. Die nog door moet. Ja, precies. En dan denk ik, waarom doe je het dan niet op de app? En ik vind het toch ook wel weer lekker de magie van een fysiek boek. De geur en je hebt het naast je. En op andere momenten vind ik een app weer geweldig. Hè. Als ik in het vliegtuig zit, ga ik natuurlijk niet met zo'n stapel boeken meesjouwen. Dat vind ik een app. Dus het hangt ook een beetje af van de gebruikerssituatie. Maar ik denk dat een fysiek boek, ondanks het feit dat er ook natuurlijk de hele digitale ontwikkeling is, ik denk niet dat echt het fysieke boek gaat verdwijnen. Dat is heel raar om dat uit mijn mond te horen. Helemaal vanuit een digitale mindset. Maar ik denk dat er altijd wel een doelgroep blijft bestaan die daar toch een voorkeur aan heeft. Oké, dat zeggen mensen ook. Ik kom uit de muziekwereld en dan lees je weer zo'n stuk. Ja, het gaat goed met vinyl, want vinyl is 100% gestegen. Ja, natuurlijk. Ja. Van 3 verkoop naar 6 verkoop. Dat is een grote stijging. Er is toch maar uiteindelijk maar één richting. En die is toch digitaal. Natuurlijk blijven er wel mensen boeken kopen. Wat ik zelf ook heb. Maar ik hoef die detectives die ik lees, hoef ik niet allemaal in de kast te hebben. Nee. Dus bijzondere, mooi gemaakte dingen. Ja. Wil ik nog wel kopen, kan ik me mee positioneren. Als Stekel dan bij mijn visite komt, kan ik laten zien wie ik ben. Dat stukje. Maar denk jij, het blijft bestaan, geloof ik ook in. Maar blijft het een grote markt? Nee, ik denk dat de markt uiteindelijk, ik denk eerlijk gezegd binnen, als je nu al kijkt in de States bijvoorbeeld, hè, door Kindle en andere platformen, zie je al dat de digitale boekverkoop heel erg hard aan het winnen is van de fysieke boekverkoop. Volgens mij op een aantal segmenten al heeft digital fysiek ingehaald. Bij de kranten inmiddels ook, hè? Financial Times vandaag. Ja. De NRC lees ik ook alleen maar op mijn iPad. Ik vind het heerlijk, weet je. Ook in het buitenland, ik zit in China, ik heb altijd de NRC. Er zitten heel veel voordelen, maar ik denk, weet je, het fysieke boek heeft toch iets magisch, ondanks het wordt een niche-markt. Dus als je kijkt naar die hele mooie prentboeken of een voorleesboek, weet je, een gevoel met zich meebrengt, dat ga je denk ik niet met digital creëren. Dus die markt wordt een niche-markt. Maar die zal altijd blijven bestaan. Zullen we naar het onderwerp gaan? Dat is goed. Wat ik ook wel mooi altijd zelf vind van die dit soort dingen. Gewoon, je kunt het namelijk niet updaten. Want je zei net van die app, dat is alweer een update. Want dit is ook een foto van de tijd. Ja, klopt. Weet je, je kijkt ook. Zelf vind ik dat heel aardig. Dat je boeken. Ja, dat je kunt denken, oh ja, zo was het 10 jaar geleden. Ja, klopt. Weet je? Nou, dat is grappig dat je dat zegt. En de kracht van digitaal is natuurlijk juist dat. Ja, dat is. Ja, dat is dynamisch. Dat moet ook dynamisch zijn, want anders werkt het niet. Nee, klopt. Maar het is ook een nadeel. Nee, absoluut, absoluut waar. Een van de dingen die ik ook had bedacht met name het interactieve boek of het digitale boek, is dat het een soort levend boek zou worden.
Dus dat eigenlijk je continu... Ben je de rest van je leven mee bezig. Maar... Precies, je bent de rest van je leven mee bezig. Dus praktische uitvoerbaarheid versus theorie, concept. Nee, maar je kan natuurlijk met digital heel makkelijk dingen aanpassen. Dat is een groot voordeel ten opzichte van fysiek. Maar ja, laten we fysiek ook een plekje nog geven in de boekenkast die het verdient. Hey, even nu over de inhoud, want het is niet alleen, eventjes tussen aanhalingstekens, je levenswerk qua ideeën en waar je jaar mee bezig was qua inhoud maken. Maar hierin heb je ook proberen te vertellen wat je de wereld wil vertellen. Ja. Je zei het net zelf al eventjes, hè, maar als je op je site en op het boek staat, het thema is bereik koop je, maar aandacht moet je verdienen. Mm. En daarachteraan zeg je dan sterke merken praten liever met dan tegen mensen. Als ik zo'n zin lees, denk ik altijd Apple. Praat met niemand. Nee, klopt. Sterkste merk wat ik ken. Ja. Welke merken doen dat wel goed, praten met mensen? Nou, ik denk dat... ik beschrijf natuurlijk een aantal bekenden in mijn boek. Hi, KLM, wat natuurlijk het erg goed doet. Maar laten we eerlijk wezen, wel noodgedwongen. Hè? Ze hadden eerst die hele toestand nodig, dat ze niet gevlogen mocht worden. Ja. En dat is eigenlijk de reden geweest. Ze hadden eerst een drama nodig om te gaan praten op deze manier zoals ze nu doen. Klopt. Nou, laat ik een ander voorbeeld geven die ik niet in mijn boek behandel. Het is een voorbeeld wat wij samen met ING onlangs 2 weken geleden hebben gelanceerd. En dat is vorige week opgepakt ook door Financial Times. Dus dat moet je als journalist aanspreken. Banken hebben het ontzettend lastig. Kredietcrisis, talloze documentaires over geweest, wat voor problemen eigenlijk de hele banken zien uiteindelijk hebben veroorzaakt. En wat ik heel mooi vind is dat eigenlijk een ING-bank, wat natuurlijk voor iedereen een vrij afstandelijke bank is, zegt van nou, wij moeten nu echt het roer omgooien. We zijn op zoek naar de next generation bankers, dus de bankiers van morgen. En waar moeten die aan voldoen? Die bankiers van morgen moeten transparant zijn. Die moeten sociaal zijn. Die moeten in dialoog zijn met onze klanten. En wie zijn dan de klanten van de next generation bankers? Dat zijn onze kinderen. Dus wij hebben uiteindelijk 5 kinderen geïnterviewd. En voor de camera gezet. En het is een Facebook recruitment campagne voor de next generation bankers. En Kees Timmermans, de CEO van ING Bank... Die start die campagne ook met een oproep. We zijn op zoek naar de nieuwe type bankiers. Doe mee met de uitdaging. En kan jij in ieder geval de kinderen uitdagen om in gewoon hele transparante kindertaal kinderen uit te leggen wat de functie van banken zijn. En als je ziet wat dat op Facebook doet, wat voor reacties dat oproept, dat is geweldig. En ik vind het een heel mooi voorbeeld. Hoe merken van morgen, eigenlijk merken van vandaag, zich moeten gedragen. In plaats van alleen maar vanuit GRP's te denken, bereik te denken, juist in dialoog te zijn en open te zijn. Maar hoe echt is dat, vraag ik me dan af. Want die CEO, die CTO, hoe al die bazen mogen heten, kan ik die bereiken? Als ik een Twitter bericht naar hun plaats, als ik Facebook niet zeg, krijg ik dan antwoord van ze? Of hebben ze gedacht, nou is mooi, weet je, we hebben die kekke gast uit Nederland, die snapt hoe het werkt. En vroeger deden we een reclamecampagne, hadden we mooie advertenties ergens staan. Nu hebben we iets anders, een andere vorm van campagne. Ja. En dat is natuurlijk leuk bedacht, klinkt fantastisch. Maar is het bedrijf daarmee, verandert het bedrijf daarmee echt? Nou, ik denk niet dat je dat met één campagne of één sociale activatie... Maar is het een signaal van een verandering of is het gewoon een slimme campagne? Ik vind het wel een signaal van een verandering. Want überhaupt om als CEO te zeggen van nou, ik doe mee en ik kijk persoonlijk ook naar alle bijdragen die op Facebook binnenkomen. En ik persoonlijk selecteer ik die reacties. En die bundelen we in een uniek kinderboek over bankieren. Bankieren van de toekomst. Dat vind ik wel een signaal. Om nou te zeggen dat een CEO van een ING-bank de hele dag achter Twitter en Facebook zit om zijn klanten. Dat kan natuurlijk ook niet. Maar ik vind het wel een kentering. Ik vind het wel een ontwikkeling waarvan ik zeg van hey, langzamerhand beginnen merken toch steeds meer te ontdekken dat alleen maar zendergedreven communicatie niet meer van deze tijd is. Maar waarom is dat eigenlijk? Want waarom, als ze gewoon een fantastisch product maken, als ze bij wijze van spreken een iPhone of een iPad maken, waarom zou ik in gesprek met die lui moeten zijn? Nou, ik denk dat één woord staat centraal, dat is aandacht. En het meest schaarse goed van deze tijd, of het nieuwe zwarte goud zou je het ook kunnen noemen, is aandacht. Als je bedenkt dat elke 11 seconden
van de tijd dat wij wakker zijn, worden geconfronteerd met een commerciële prikkel. Elke 11 seconden, dus tijdens deze show hebben we alweer weet ik hoeveel te pakken gemiddeld. Ja, dan ben jij wel. Boeken, ja. Nee, je bent goed bezig. Twitter-account van Erwin Blom. Audio-bewerkingsbedrijf. Precies, die hebben we ook gehad. Videobricks ook al langsgekomen. Die ook nog gehad. Hebben we eigenlijk een sponsor van dit programma? Nee, maar na dit programma. Is dat hier goed in? Sorry. Nee, maar aandacht is het meest schaarse goed van deze tijd. En je ziet dat merken heel veel moeite hebben om alleen maar te vertrouwen op het traditionele model uit van de jaren 50 van vorige eeuw. De effectiviteit staat in discussie en is vaak niet meetbaar. Nee, nou, media staat onder druk. Nou ja, het grappige is, het is... veel marketeers van de oude stempel en veel bureaus van de oude stempel, om het even zo te benoemen, leven in een schijnwerkelijkheid. Want dan zeggen we, nou oké, als we kijken naar de effectiviteit van communicatie, dan is de gouden grote graal, dat is de GRP. En voor de mensen die de GRP niet kennen, dat is een maatstaf waarbij je bereik meet. Hoeveel procent van mijn doelgroep bereik ik en hoe vaak confronteer ik die met mijn boodschap? En die bij elkaar geeft een bepaalde GRP. En dat is natuurlijk helemaal onzin. Want A, heb je überhaupt een bewijs dat mensen je boodschap hebben gezien? B, hoe meet je dat je doelgroep, ook daadwerkelijk je doelgroep, ik vind het doelgroep denken sowieso niet meer van deze tijd. Maar dat is een maatstaf van de jaren 50 vanuit de vorige eeuw. Ik denk van, hebben wij in media en reclame land... hebben wij zo zitten snurken de afgelopen 50, 60 jaar. We hebben natuurlijk de opkomst van digital, fragmentatie van media. Dus die maatstaven om uiteindelijk te kijken of wij effectief communiceren... ja, die zijn bijna niet aangepast. Maar goed, als jij een klus binnenhaalt, dan wil de klant een belofte. Of op zijn minst een richting van een belofte, zeg maar. Wat is dan jouw belofte? Want als je tegen ze zegt, ja, die andere dingen die tellen niet meer, dan moet jij iets voor in de plaats stellen. Ja, klopt. Ik denk dat uiteindelijk waar je ons werk aan kan herkennen, zijn een aantal elementen. Wij zorgen ervoor dat mensen over merken gaan praten. Dat noemen wij chic Engels talkability. Dus dat meet je het aantal tweets, het aantal Facebook berichten, het aantal blog reacties, het aantal, dat zijn de elementen? Ja, dat soort elementen. Dus er moet altijd iets in zitten waar mensen over gaan praten. Dat doe je door creativiteit, door unieke content. Het moet makkelijk deelbaar zijn. En dat doe je, als je het leuk vindt, dan ga je delen. En die twee samen zorgen uiteindelijk voor dat het merk ook meer leuk wordt en leuk wordt gevonden. Dus eigenlijk een verbeterde merkvoorkeurspositie. Ah, geef eens een voorbeeld. Welk project hebben jullie gedaan? Wat hebben jullie ervoor gedaan? En hoe heb je inzichtelijk gemaakt wat je hebt bereikt? Nou, er is nog een ander project waar ik trots op ben, naast natuurlijk het persoonlijke project Verdiende Aandacht. En dat is het werk wat wij in China hebben gedaan voor KLM afgelopen jaar. KLM staat natuurlijk bekend in Nederland natuurlijk als een fantastische airline. In het Westen super bekend, hoge naamsbekendheid. Maar in China is de naamsbekendheid nog heel laag. En het probleem vanuit traditionele communicatie in China is, het is even, om een beeld te krijgen, China is 300 of 232 keer groter dan Nederland. Het is een immens land. Nou, jij bent er ook geweest. En het is super duur om aandacht te kopen. En dat was geen optie voor KLM. En je bedoelt in de vorm van als je advertenties... Advertenties, billboards, radiocommerce, et cetera. Dus wij zijn eigenlijk gaan nadenken van oké, wat beweegt die doelgroep daar? Hoe kunnen wij veel meer op een Aziatische manier het merk onder de aandacht brengen? Hoe heb je dat gedaan? En wij kwamen eigenlijk uit onderzoek dat die vrouw met een schelp aan de oor, die blonde vrouw of de zwaan, totaal niet aanslaat in China. Dus wij zijn eigenlijk met een heel nieuw merkprogramma gekomen. En wat wel werkt is communiceren door middel van cartoon brands. Nou, nu is het toevallig zo dat wij ook al 3,5 jaar in China voor Nijntje werken. Nijntje heet overal in de wereld Miffy, behalve in Nederland. In Nederland heet Nijntje Nijntje. En Miffy is enorm populair als merk in Japan, in China. En we dachten van, vanuit die merkwaarde, KLM en Miffy, Nijntje, daar zit heel veel overeenstemming in. Ze zijn allebei Nederlands, ze zijn allebei open, ze willen inspireren. Het zijn positieve merken. Toen dachten we, als we die aan elkaar koppelen, dan kunnen wij een heel mooi verhaal vertellen. En dat heeft geleid tot een grote campagne op de Chinese social media, waarbij Nijntjes oom Vliegenier, als eerste bunny pilot in dienst komt bij KLM.
en Nijntje meeneemt op een 60-daagse rondreis over heel Europa. Dus je hebt twee klanten gecombineerd. Ja, twee klanten gecombineerd. En nou, even terug naar jouw vraag van wat levert dat nou op? We hebben eigenlijk doorlopend levert dat data op. Dus je ziet je groei in fans, hè, dus engagement. Je ziet activaties, hoeveel mensen doen mee met die campagne. Hoe vaak wordt dat gedeeld? Hoeveel bezoek levert dat op? Wat levert dat op qua naamsbekendheid? En we hadden zo'n bak met content. En zoveel leuke, deelbare content. En het is massaal gedaan. En dat heeft en dan toch, toch, want je haalt hem aan als een van de experts in je boek. Ja. Joseph Jeffrey. Hij heeft het over like-gate. Dat is een van zijn theorieën. Ja. En daar bedoelt hij mee dat jij meet de likes. En dat is een performance indicator. Ja. Totale onzin. Ja. Mensen liken sportschoenen. Mensen liken, weet ik wat ze allemaal liken. Mm-hmm. Dat heeft niets te maken met of er een relatie is van die mensen met dat merk. Dat is al lang duidelijk. Ja. Maar jij doet daar dus ook gewoon aan mee. Nou, ik moet zeggen, er is een groot verschil tussen campagnes die als doelstelling hebben om likes te genereren. Want dat is natuurlijk super makkelijk. Jij belooft niet een x-aantal likes aan de klant. Nou, een like is natuurlijk alleen maar mooi, want als het woord authentiek like, hè, dus je moet er hard voor werken om een like te creëren. Je krijgt niet zomaar een like. Als je zegt van ik wil 100.000 likes, dan bel je naar een farm. Geregeld, toch? Heb je het zo geregeld? Bel je een link farm in China op en dan zitten 300 Chinezen en morgen heb je 100.000 likes. Dus dat is juist totaal niet waar het om draait. Maar waar gaat het dan om? Het gaat om authenticiteit. Ja, maar hoe maak je dat verschil duidelijk? Door een eerlijk verhaal te vertellen. Dus door met goede content te komen, door in dialoog te zijn, in gesprek te zijn met mensen. Maar hoe leg jij jouw klanten uit dat hiervoor gingen ze kennelijk voor bereiken? Dus kon je zeggen, als we een advertentie plaatsen in de Telegraaf, dan hebben we een potentieel publiek van 1 miljoen, ik noem maar wat. Hoe leg jij hun uit dat 10.000 mensen die erover praten meer waard zijn, van grotere waarde zijn, dan dat bereik daarvoor van die miljoenen die in advertentie tegenkwamen? Want dat lijkt mij namelijk nogal een gevecht voor jou. Want een groter getal voelt altijd als beter. Nou, eigenlijk is het heel simpel. Want de gedachte van 1 miljoen bereiken klopt al niet. Dan heb je het woord al. Je bereikt mensen. Maar de vraag is, raak je mensen echt? He, het is net zo stom als je alleen maar investeert in online advertising, banners. Wie kijkt nog van A tot Z een banner uit? En zo is dat ook met printadvertenties. Tuurlijk, het helpt voor je zichtbaarheid. Maar het is totaal appels met peren vergelijken. He, als je zegt van over activatie praat je, hoeveel mensen activeer je rondom een merk? Hoeveel mensen breng je in beweging? En de betrokkenheid en de tijd dat mensen echt actief met een merk bezig zijn, is niet te vergelijken met een uiting in de Telegraaf, wat een platte, eendimensionale printuiting is. Wat zijn jouw grote voorbeelden? En dan bedoel ik combinatie van merkcampagne. Kijk je naar AKQA en Nike of is het Apple? Waar laat jij je door inspireren? Ik vind Nike is natuurlijk fantastisch wat ze de afgelopen jaren aan het doen zijn. Wat ik heel interessant vind is dat zij rondom een merk in staat zijn om een compleet ecosysteem te ontwikkelen. Hè, bijvoorbeeld, ik heb zelf de Fuel Band en wat ik daar heel erg leuk aan vind is dat ik draag het elke dag. Dus ze zijn in staat om met mij een relatie op te bouwen die zo persoonlijk is. Voor wie het niet weet, wat doet dat ding? Nou, de Fuel Band, heel kort. Ja, heel kort. Fuel Band meet is eigenlijk een digitale stappenteller. Okay. Dus het meet je calorieën, stappen op een dag. Maar er zit ook een competitief element in. Dus via een iPhone-app kan ik zien, als je hem ook hebt, via Facebook Connect, hoeveel vrienden van mij bewegen. En dan krijg je competitie. Ja. Maar ze zijn wel in staat doordat ik elke dag dit ding draag. En dat bouwt dus enorm op aan het gevoel en de voorkeur die ik voor het merk heb. En het soort campagnes, ze hebben dat bereikt. Ja. Maar hoe zijn ze daar gekomen? Wat onderscheidt, wat maakt hun campagne zo bijzonder? Nou, ik denk dat wat Nike heel erg goed doet is, uiteindelijk gaat het om goed inzagen in consumentengedrag. Dat is uiteindelijk en wat. En dat verbindt natuurlijk ook weer uiteindelijk Apple met Nike. Ja, die samenwerking is natuurlijk heel erg interessant. Nou, je noemde Apple net ook al. En dat is ook weer grappig. Want in het boek heb ik ook Guy Kawasaki geïnterviewd. Hè, die is een soort van ambassadeur van Apple. Mm-hmm. En die had een hele mooie quote. En hij zegt van Apple is een anti-social company. Yeah. Ga maar eens naar Twitter.
twitter.com/apple. This page does not exist. Ze hebben iets van 17.000 volgers. Apple hasn't tweeted yet. Ik vind het hilarisch, weet je. En dan denk ik van, ja, dat klopt. En ik ben het zo met hem eens. Bijvoorbeeld Ning, hè, dat sociale netwerk dat Apple heeft opgebouwd, doomed to fail. Want hoe kan nou ooit Apple als... het is niet een asociaal bedrijf, maar ze omarmen het social media niet. Nee. Het is compleet gesloten. En de vraag is, hoe lang kunnen zij hier nog mee door? Hè? Je ziet natuurlijk het hele ellende met Maps. Dus je ziet met de iPhone 5 natuurlijk weer met een aantal problemen gehad. Dus er komt steeds meer druk ook vanuit hun fans om transparanter en opener te zijn. En daar is Nike weer toch weer een aantal stappen verder. Moet ook even wat vragen meepakken en ook wat berichten. Er is een mankrachtveegploeg op Loosdrecht actief om het ijs sneeuwvrij te maken. Oh, dat is belangrijk nieuws. Dat is belangrijk nieuws. Sorry Klaas, maar we moeten even opschakelen. De arend.nl kunnen we dat zien, dankzij Ed Koopman. Dank Ed. Dank Ed. Even kijken hoor. Turke 8 zegt, gaat het niet vooral om use van de dienst en het product na de like? Integreren van product service in de social media in plaats van communicatie. Soms zijn mensen noodgedwongen, ze hebben maar 140 karakters, dus het moet een klein beetje ingedikt. Begrijp je de vraag? Nee. Nog één keer. Nou ja, kijk, het eerste stuk is natuurlijk inderdaad eenvoudig. Hè. Die like is één ding, maar ga je daarna iets mee doen? Daar gaat het daar niet voornamelijk om. Ja. En hij zegt dus, integreren van product slash service in de social media in plaats van communicatie. Dus moet je het product dichter bij het gesprek brengen. Ja, Roos van Vught voegt er ook nog wat aan toe. Die zegt een like is leeg, maar wel een start tot conversatie. Ja, natuurlijk. Als je goed doorhoudt. Ja, tuurlijk. Ja. En ik kan er natuurlijk een beetje gekscherend over zeggen. We zeggen, nou ja, likes, dat kan nooit een doelstelling van een campagne zijn. Maar aan de andere kant... Ik ken zat mensen die erop afgerekend worden, hoor. Ja, nou hier. Ja. Maar ik denk het is een startpunt, want als je een aantal fans hebt, het belangrijke voorbeeld is dat het authentiek verzameld is. Maar als je echt een mooie groep met fans hebt en je hebt voldoende schaal, dan kan je daar natuurlijk ook wat gaan doen. En dat is wel een belangrijk startpunt. Maar is authentiek ook niet het meest lege woord inmiddels geworden in ons taal? Net als passie, taal? Ja? En vakmanschap en dat soort. Ja, wat is authentiek, weet je wel? Ja. Eerlijk. Het gaat allemaal om eerlijkheid. Laten we het dan gewoon eerlijk noemen. En ik vind dat ontbreekt. Of ik vind een ander mooi voorbeeld. Is alweer van een paar maanden geleden. Bodyform. We hebben waarschijnlijk allemaal langs zien komen. De Britse Libresse. Richard die had een post geplaatst op de Bodyform Facebook pagina. En die zegt van ja, ik ben er gewoon helemaal klaar met jullie flauwe reclames. En altijd als mijn vrouw ongesteld is, het is niet blauw. Heeft toch een andere kleur. En mijn vrouw is totaal niet lief zoals jullie altijd in je commercials afbeelden. Het klopt helemaal niks van. Ik vind het helemaal verschrikkelijk. Het is allemaal brakkenhap. En Bodyform heeft vanuit real-time marketing heeft gezegd, oh, dit is te gek. Want die post die wordt zo vaak geretweet en gedeeld. Hier moeten wij op ze inspringen. En ze hebben een acteur ingehuurd. Die hebben ze neergezet als CEO van Bodyform. Oh, ja. En die heeft een fantastisch betoog gehouden. Over Bodyform. En over dat deze manier alleen maar de enige manier was om te communiceren. Fantastisch gedaan. En ook laat nog een scheet op het eind. En zegt van ja, by the way, I'm not the CEO. Dat staat dan online. Want Bodyform heeft helemaal geen CEO. Ja. Maar het is wel een manier om te communiceren. Open, real time, in dialoog. En ik denk dat de toekomst is. Ja, ik wil... We vliegen door de tijd. Maar ik wil nog even over China ook hebben. Ja, dat is goed. Ja, ja klopt. Want wij waren natuurlijk vier jaar geleden, denk ik, samen in China. En je bent toen gelijk daarna heb jij besloten van ja, daar wil ik wat gaan doen. Ja. Nu inmiddels 3,5 jaar geleden, ruim 3,5 jaar. Hoe gaat het? Wat doe je daar? Je noemde net al even dat je natuurlijk een paar Nederlandse klanten daar heel goed bedient. Ja. Wat ben je aan het doen en hoe gaat het? Nou, wij richten ons op in eerste instantie Nederlandse grotere merken die... ambitie hebben om te groeien in China. Zo hebben we wat gedaan voor Heineken. Nou, KLM is een grote opdrachtgever van ons, Nijntje. En je ziet dat eigenlijk in marketing in China heel erg nieuw is. Communicatie in China is heel nieuw. En natuurlijk door de veranderingen in politiek is het nu ook mogelijk om commercieel communicatie te bedrijven. Ja. En daar liggen veel kansen op het gebied van creativiteit, advies. Dus wij helpen merken de stap te maken naar China. En als ze al in China zitten, om met name via social media op een andere manier te bouwen aan de merken.
die daar actief zijn. Ja, je hebt een bureau daar, ja, met hoeveel mensen inmiddels? We zitten daar nu met 10 man. Okay. We zijn enigszins weer aan het zoeken naar... ik heb daar trouwens heel veel geëxperimenteerd, want we zaten op een gegeven moment 15 man. Dus een aantal mensen hebben we weer afscheid van genomen. Maar een van de grote lessen die ik heb geleerd van mijn tijd in China, is dat je kan wel een Chinese general manager aan het roer zetten, maar het is zo'n andere manier van denken. Dus ik ben heel erg hard op zoek naar iemand die zegt van, nou, ik vind het een gave uitdaging om bij een start-up gewoon mijn boel te pakken en daar naartoe te gaan en die markt op te gaan. Dus dat is eigenlijk een hele nieuwe lijn die we nu aan het inzetten. Maar je wil eigenlijk een Nederlander daar neerzetten die liefst natuurlijk met bij contacten voorkeur, in China... Ja. Die gewoon zeggen van, nou, ik vind het te gek. En ja, wat mij zo aantrok in China is gewoon de energie. Nou, je loopt er over straat en het is allemaal hier crisis en ellende. En je loopt er over straat en het gebeurt daar. Iedereen wil. Dus dat is echt fantastisch. Erg leuk om daar aan de slag te gaan. Ja. En te zijn. Even kijken, want ik had nog een vraag van Turke 8 langsgekomen. Ook over China in het begin, al een half uurtje geleden al. benieuwd naar de verschillen in online en mobiel gebruik. Ja. Daarin ook verschillen tussen bureau en klant. En kennelijk dus ook tussen verschil in personeel wat je aanneemt. Ja. Noem eens 2 of 3 verschillen waarvan je zegt, nou, die zijn me opgevallen, meegevallen, tegengevallen. Ja. Nou, het valt me een hele belangrijke, zo niet de belangrijkste, vind ik de innovatiedrang van Chinezen. En wij denken nog steeds hier vanuit het Westen dat Chinezen de grootste copycats aller tijden zijn. Maar als je ziet wat Tencent aan het doen is. Nou, Tencent is eigenlijk de moedermaatschappij van onder andere Weibo, China Weibo. Weibo is de Chinese Twitter. En als je ziet hoeveel verder Weibo is dan Twitter. Met alle respect, ik vind Twitter heel weinig innoveren. Het is nog steeds 140 karakters, nog steeds een veredelde LSS-feed met wat linkjes erin. Even gekscherend. Ja. Maar als je kijkt naar Weibo, dat is echt een compleet conversatiemedium. Waarbij je videocontent kan delen, maar ook kan bekijken in de timeline. Waarbij je niet 140 karakters kan delen, maar 140 woorden kan delen. Maar wat veel meer mogelijkheden in zich heeft dan Twitter. Dus innovatie is een hele belangrijke. Ik denk dat een ander punt, een groot aandachtspunt met betrekking tot klant- en bureaurelaties, is dat Chinezen moeite hebben met conceptueel denken over het algemeen. En ook moeite hebben om voor conceptuele denkkracht te betalen. Dus dat resulteert in ontzettend veel... Dus niet voor ideeën, maar wel voor producten bedoel je? Ja, dus als je komt met een idee, dan willen ze het liefst helemaal uitgewerkt, compleet kant en klaar. Dat zie je ook bij architecten die daar heel veel moeite mee hebben. Nederlandse architecten die daar al jaren actief zijn, die komen met een prototype. En de Chinezen gaan zo hard en 2 maanden later staat hun gebouw daar gewoon opeens. Weet je, dat soort ellende. Dan denk ik, okay. Ja, dat was nog helemaal niet af. Nee, precies. Dus dat zijn wel twee dingen die mij opvallen. En ik kan daar de hele avond over China praten. Ja, dat gaan we niet Mark doen. Mark van der Scheij zei, die was hier recentelijk ook te gast, ook ondernemer uit China, die vertelde hetzelfde verhaal. Hij zei, Chinezen zijn niet het beste in zelf nieuwe dingen verdenken, maar wel goed in innoveren in bestaande producten. Ja, hij precies. zei precies hetzelfde. Klopt. Als ik Twitter was, zou ik gaan kijken naar de dienst die jij net noemde. Ja. Want in China hebben ze dat eigenlijk al veel beter en verder uitontwikkeld. Ja. Ja, zeker. En ik voorspel dan ook dat een Tencent, zo'n grote partij waar ontzettend veel kapitaal achter zit, dat is echt duizelingwekkend hoeveel cash die op de bank hebben. Maar die jongens die gaan naar het Westen komen. Die gaan, ik denk binnen 2 jaar, die gaan hier gewoon een entry doen. En dat lijkt me machtig interessant. Dus ik ben heel benieuwd. Ja. Dus Twitter, Biz. Eat your heart out. Eat your heart out. Biz is gelukkig. Biz is alweer verder waarschijnlijk. Ja, precies. Die zal zoals het hoort, maken wij nog eventjes iedere 11 seconden reclame voor een nieuw product. Ja, waar we verder niks aan verdienen. Maar dit is voor verdiende aandacht. Al het geld gaat naar Klaas. Maar als je wilt dat wij dit soort dingen kunnen blijven doen, ga je nu naar fastmovingtargets.nl. Daar kijk je nu al via. Dan zie je een knop staan. Word supporter. Help je ons de winter door. Of in ieder geval mij. Stekel, die zit wel goed. dat terzijde allemaal. Bedankt voor het kijken. Als je live kijkt, gaan we zo direct verder. Dan praten we over de toekomst van videotelevisie. Want dan hebben we het over... Zap-app. Dat zo direct. En kijk je on demand, dan weet je dat je die uitzending ook kunt terugkijken. Dus fastmovingtargets.nl voor al uw supporters, donaties. Dank je vriendelijk. Dag.